Ik wil het niet temperen, maar laten we het toch op 50% houden, kans. Wat inzet van de mensen en enthousiasme betreft moet het goed komen. Weergod Tialf beslist. Met het dalen van de temperaturen onder het vriespunt stijgt in Winterswijk de spanning naar het kookpunt. De Winterswijkse IJsvereniging wil de eerste marathon op natuurijs binnenhalen. Vandaag waren daarom tientallen vrijwilligers van de club al druk in de weer om de baan te prepareren. Winterswijk strijdt met 6 andere plaatsen in Nederland om die eerste marathon op natuurijs. Het leeft echt. We hebben gisteravond een vergadering gehad en het enthousiasme dat straalde er wel af. Ja, het enthousiasme is er op de ijsbaan in Winterswijk. Maar ijs, ho maar. Met man en macht wordt er daarom gewerkt om, als de temperaturen vannacht flink gedaald zijn, hier straks ijs gemaakt kan worden. De herfstige omstandigheden werken daarbij overigens niet mee. Ja, maar eerst moet dat blad eronder uit, anders kun je geen ijs maken. Dus werd mij verteld. Ik ben geen deskundige in dit, alleen maar een vrijwilliger. Vrijwilligers, dat is juist de kracht van Winterswijk. In 3 jaar tijd is het aantal leden van de club gegroeid van 39 naar 1000. En die staan allemaal in de rij om mee te helpen hier een ijsvloer neer te leggen. Dat gebeurt straks met deze high-tech sproeiarm. Nog zo'n geheim wapen van de Winterswijkers. Dit apparaat zorgt ervoor dat wij heel fijn water kunnen vernevelen boven onze baan, zodanig dat het snel aanvriest. De baan die geïsoleerd is van onderen met celbeton. En vanavond gaan wij weer proberen om met krijt de baan wit te maken, zodat morgen minder instraling op het ijs heeft. Aan de inzet en kennis van de ijsmeesters en vrijwilligers zal het dus niet liggen. Maar de weergoden spelen hier een nog grotere rol. En ik wil het niet temperen, maar laten we het toch op 50% houden, kans. Wat inzet van de mensen en enthousiasme betreft moet het goed komen. Weergod Tialf beslist.